geleden viel een deksteen van Hunebed D14. Met een experimentele methode onderzoekt de Delftse Universiteit hoe de steen het beste teruggeplaatst kan worden. So, nu zijn we bezig met de digitale reconstructie van de Hunebed. We maken 3D-meshen van de bovenkant, de onderkant van de Hunebed. We kijken met geofysica hoe diep, hoe groot zijn de stenen. En we kunnen ook 3D-print maken. Hunebedden die kapot gingen, werden vroeger min of meer op de gok weer in elkaar gezet. In het verleden gebeurde dat eigenlijk altijd door middel van een grote kraan. En dan ging men proberen, hè, van hangt die zo goed, ligt die zo stabiel. Maar de gedachte is, met nieuwe methoden en technieken, dat dat ook van tevoren eens een keertje op papier gezet kan worden en in beeld gebracht kan worden. En er wordt ook onderzoek gedaan naar de kenmerken van de steen zelf. Hoe stabiel is die? Hoe sterk is die? Zitten er breuken in? Ja, een van de mensen die dit Hunebed op een bijzondere nieuwe manier onderzoeken, die zit hier aan tafel. Het is Amy Theus. Hallo Amy. Hallo. We zijn ongelooflijk benieuwd wat er uit dit onderzoek komt. En daarvoor wil ik eerst even vragen, wie ben jij en wat doe je? Ik ben dus Amy. Ik ben masterstudent aan de TU Delft. En ik ben voor mijn afstudeeronderzoek bezig met de stabiliteitsanalyse van dit Hunebed. Kijk, TU Delft en dan studeer je dus geen archeologie. Dat klopt inderdaad. Ik studeer geoengineering en dat betekent in het Nederlands zoiets als geotechniek. En hoe ben jij hier in dit Hunebed terechtgekomen? Nou, dat kwam eigenlijk omdat er een vraag kwam vanuit Drenthe, waaronder Rijksdienst Cultureel Erfgoed, aan de TU Delft om eigenlijk een onderzoek te gaan doen naar de stabiliteit, dus als het ware. Omdat normaal dus de stenen gewoon meteen worden teruggeplaatst met een hijskraan en dat gaat niet altijd even nauwkeurig. En dat was die kapotte steen van D14 die we net zagen? Die is dus nog niet teruggeplaatst. Mm-hmm. En het idee is dus dat ik eerst een onderzoek doe hoe die precies teruggeplaatst zou kunnen worden. En dat die dan pas wordt teruggeplaatst voordat je hem op een instabiele manier terugzet. En dat hij dan eigenlijk heel gewankel ligt en er weer snel vanaf zou kunnen vallen. En dat zou natuurlijk zonde zijn, want dan kan de steen weer opnieuw beschadigd raken. En dat doen jullie op een bijzondere manier. Je probeert tot het gaatje te gaan, heb ik begrepen. Ja, wat we dus eigenlijk, waar ik tot nu toe de meeste tijd aan besteed, is het maken van een geometrisch model. Mm-hmm. Dus eigenlijk precies hoe de stenen eruit zien. Dus ik heb hier ook een klein model liggen van hoe de stenen eruit zien. Kunnen we daar de camera op krijgen? Ik weet niet of dat lukt. Het modelletje van Amy, want ik zie hier hele schattige, ja, het is heel klein, kleine grijze stenen. Ja, dus dit is dus de deksteen die er af is gevallen. Die ligt nu op zijn kant. Ja. En we hebben hem nu ge-3D-print, omdat dat even lekker makkelijk is. Dan kun je weer voor je zien hoe alles er weer uitziet. Dus dit is wat we nu hebben. En ik ben nu ook bezig in het lab met wat zijn de steeneigenschappen qua wrijving of qua sterkte. En dat ga ik daarna allebei combineren in bepaalde software waarmee ik dus de stabiliteit kan berekenen. Dus als er iemand tegenaan duwt of er overheen loopt, wat ook allemaal niet de bedoeling is natuurlijk. Maar stel dat gebeurt, blijft het dan staan. Dat is het idee. Dus dit zijn echte schaalmodellen van de stenen van D14? Dat klopt, ja. Oké. Ja. En toch een gekke vraag, of zo gek is die niet. De Hunebedbouwers die wisten natuurlijk van al deze dingen niet veel af. Ik denk niet dat zij dezelfde methodes hebben gebruikt, inderdaad. Nee, maar ze hebben ze wel, dat heb ik altijd begrepen, dat ze ongelooflijk goed waren in het heel zorgvuldig neerleggen van die stenen, dat ze inderdaad vrij stabiel bleven. Ja, klopt. En ga je nu proberen langs deze weg om precies na te doen wat zij hebben gedaan, of ga je naar de optimale stabiliteit? Nou, het leuke zou natuurlijk zijn om een soort archeologisch verantwoorde oplossing te kunnen vinden. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk ook de conclusie worden van het onderzoek dat dat eigenlijk helemaal niet stabiel is. Dus dat je dan misschien beter een steen zou moeten kunnen laten liggen op de plek waar die nu ligt. Oké. En heb je al een uitslag van je, want dit is jouw afstudeerscriptie. Dat klopt, ja. Ik hoop in oktober of november af te studeren. En momenteel heb ik nog geen resultaten van mijn stabiliteitsonderzoek, maar ik zal jullie op de hoogte houden. Nou, in het volgend Hunebed Nieuwscafé zullen we kijken of de deksteen van D14 zo teruggeplaatst kan worden dat hij zo stabiel mogelijk ligt, waardoor de Hunebedbouwers gezegd zouden hebben, hartstikke goed, Amy. Reuze bedankt voor jouw aanwezigheid.